Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op Kefrijd. En we zijn hier vandaag mensen in Bobbejaanland. En we zijn hier niet zomaar voor Bobbejaanland, we zijn hier voor het Halloween, hoe heet het hier? Bobbejaanland Halloween. En daar zijn we vorig jaar ook geweest, hè Gino? Ja. En dat was allemaal poppetjes en dat was ons echt heel erg goed bevallen vorig jaar. De spookhuizen hier zijn erg goed. Ja. En daarom wilden we terugkomen. Ja. En ze hebben dit jaar ook een nieuw spookhuis. En ze wilden sowieso inderdaad dit jaar weer komen. En dit jaar hebben wij ook, zijn we op uitnodiging. Dus we zijn vandaag pers. We mogen filmen in de huizen. Nou, dat is voor jullie natuurlijk ook hartstikke leuk. Want dan kunnen jullie eindelijk eens beleven wat wij beleven in de huizen. Want normaal gesproken mag je nooit filmen in de huizen. En we hebben dus ook een horrorpas gekregen. Met z'n vieren. Dus we mogen voorkruipen bij Land of Legends. Oftewel Furry, Typhoon en de Sledgehammer. En we mogen voorkruipen bij de... bij alle huizen, Yumi, Welp, Sonar en Bazaar. Dit is heel moeilijk uit te spreken, jongens. Bazaar. Ja, dat. Daar gaan we ook nog in. Dus, En we hebben bandjes. We weten alleen niet wat we ermee kunnen. Nee, wat moeten we met die bandjes? Dat is de grap. We hebben ze gekregen, ja. Maar we weten nog niet wat we ermee kunnen. Maar Gino gaan we vandaag gratis eten. Nou, ik hoop het. Ja, misschien, ja. Dat we allemaal nog dingen krijgen. We weten allemaal niet. Maar we mogen dus in elk geval filmen en we mogen voorkruipen. Dus dat is al een heel groot pluspunt. Want het is hartstikke druk vandaag. We staan weer op Parking Day. Als je wil weten wat Parking Day is, moet je even de vlog van vorig jaar kijken. Ja. Het Gino, dat is nogal een stukje lopen. Hebben we er zin in? Ja! Trouwens, ons speelterrein voor vandaag, jongens. We hebben 6 spookhuizen, 3 scare zones en 3 shows. Shows? Ja, we hebben ook shows. Oh, wist ik geen eens. Shows, kijk. Epic party. Ik ben erg benieuwd. Heel Gino benieuwd. Is trouwens ook weer aan het vloggen vandaag. Ja, we moeten even ruimte maken op mijn kamer. Dus speciaal mijn laptop meegenomen om de beelden over te zetten. Leeg. Ja. Heb ook geen oplader mee, hè? Gino heeft de kanaalnaam veranderd van Dinosaurus naar Gino. Maar je kan hem nog steeds vinden op Dinosaurus. Ja. Nee. En natuurlijk de citronenvlogger Erwin. Ja, we zijn er weer bij hoor. Ja. Nee, alleen Kefrijds is wel altijd eerder hè. Ja, ik ben al iets eerder. Waarschijnlijk wel 3 maanden eerder. Ik edit mijn eigen vlogs, Erwin. Ja, dat Kevin, is goed. Ja. Kevin, je zei fout. Eerst Dinosaurus, toen G to the No. En nu Gino. Heb je dat veranderd naar G to the No? Ja. Het was G-No, en spreek je het uit als Gino. Gino. Dat was allemaal lastig, want ik zeg ja, wat is je kanaalnaam? Gino. Dus ik uitleggen met een streepje ertussen, dat was allemaal moeilijk doen. Dus nou is het gewoon Gino, gewoon mijn voornaam. De normale rij mogen we vandaag overslaan. Dus het scheelt, want er stond al aardig wat aan rij. Er staat wel een flinke rij weer vandaag. Zo mensen, we komen net uit Furry. Furry, de nieuwste achtbaan hier in het park. En we hebben hem op de beste seat kunnen doen die er is. En dat is namelijk achteruit helemaal vooraan zitten. En we mochten ook ons plaatsje kiezen. Dus dat is helemaal ideaal. Normaal gesproken kan dat niet. En nu kon het wel, dus we hadden heel veel geluk. En Lars, was jouw eerste keer? Ja. Hoe vond je hem? Net zo leuk als jouw zonnebril. Oh jongens, mijn zonnebril is uit de achtbaan gevallen. Ja, ineens ik kijk mijn hand aan. Ik kijk naar rechts, zie ik zijn zonnebril vliegen. En hij was net zo oranje als deze achtbaan. Ja, dat was een oranje zonnebril, ja. Ja. Erwin, hij was net zo oranje als deze achtbaan, net mijn zonnebril. Net zo oranje als deze achtbaan. Ja. En die, ja, er vloog wat oranjes langs, dus ik dacht eerst nog, het is een stukje van die achtbaan. Maar het was gewoon jouw zonnebril. Ja, achteruit vooraan is echt het beste plekje van deze achtbaan. Toch moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, sorry voor de mensen, maar Typhoon vind ik toch net iets beter. Ik denk dat Typhoon toch nog wel mijn favoriet blijft van dit park. Eerst had ik gezegd dat ik deze beter vond achteruit vooraan. Toch denk ik dat Typhoon, ik weet niet, ik heb daar net iets meer mee, denk ik. Ik vind Typhoon net iets beter. Mijn mening. Nieuw dit jaar is het dus trouwens ook mensen dat je moet betalen voor bepaalde huizen.
Voor Welp moet je betalen, voor Yummy en voor Nightmare Hotel. Nou was Nightmare Hotel vorig jaar al wel dat je moest betalen volgens mij 6 euro. En Welp was vorig jaar gratis. En Yummy is er dit jaar nieuw bijgekomen, maar je kan wel combi tickets kopen. Dus als je bijvoorbeeld Yummy, Welp en Nightmare Hotel alle drie wil doen, dan betaal je dus 10 euro. En dat moet ik je eerlijk zeggen, dat valt echt wel heel erg mee voor drie huizen. 10 euro, want dat is het sowieso waard, want volgens mij zijn dat ook drie van de beste. Maar je kan ook nog kiezen voor bijvoorbeeld Yummy en Welp. En anders is het 5 euro per huis. En Lars, wat vond jij van Furry? Ik vond het leuk, maar ik weet niet of het nieuw is, of het eerst wel zo was, maar ik vind het een beetje ontsoepel achterna. Oh, dat vind ik niet. Ik merk hem wel. Ja, hij is nog hartstikke nieuw. Misschien dat hij wel in de toekomst wat onsoepeler zou worden, want het is wel een gerslauwe baantje. Maar ik vond het nog wel meevallen. Maar we zaten wel op de beste plek. Ja, dat wel. Ja. Hij voelde wel goed. Wat ik trouwens ook nog even wil vertellen mensen, is dat je kan dus ook een horrorpas kopen. En zo'n horrorpas zijn echt heel goedkoop in het park, vind ik. Dus ze zijn maar 23 euro. En voor 23 euro mag je dus dit allemaal doen. En dan mag je ze ook nog eens allemaal voorkruipen. Dus dat is voor 23 euro is natuurlijk geen geld. En die, trouwens, die launch van Fury is heel goed, vind ik. Ja. Hij is best wel krachtig, vind ik. Ik heb betere launches gedaan. Ja, dat wel. Maar ik heb best wel krachtig. Fluff van Novgorod is nog steeds de beste launch die ik heb gedaan. Want dat is in 1,4 seconden naar de 100. En dat voel je wel. Dit is meer een soort dual launch of zo. Maar goed, ik heb weer genoten. Maar we gaan nu naar de beste achtbaan van het park en dat is... Ja. Gaat het goed met je? Ja. De Typhoon. Voor mensen wat ze nieuw hebben, is dat ze een lintje hebben. Dus ze hebben een lintje. Dat is waarschijnlijk omdat het anders hier te druk wordt. En ze willen die treintjes waarschijnlijk op volle capaciteit vullen. Dus vandaar dat ze dat waarschijnlijk hebben aangepast. Maar mensen, dit is trouwens de eerste scarezone. Dit is eigenlijk zeg maar de Fiesta de los Muertos van Toverland. Alleen dan hier in Bobbejaanland stijl. Alleen Fiesta hier is... de los Gravity. Ja. Het is alleen een beetje weinig acteurs. Vier. Dus dat vind ik wel jammer. Precies, er zijn vier acteurs. Er zijn vier acteurs. En ja, je gaat eigenlijk een beetje met ze op de foto. Hier heb je twee poppetjes. Het zijn eigenlijk dezelfde poppetjes als vorig jaar. Het is ook een poppetje. Mag ik mijn Halloween kaartje terug? Wat drukken, press. Iedereen maakt hier de grap. Dat er staat natuurlijk press op je kaartje. En dan gaan mensen daarop drukken. Een echte vlogger. Ja, dat is ook een vlogger. Dat is gewoon een vlogger. Nou. Volgens mij heeft hij nog nooit een camera gezien. Oh jee, hij wil me opeten. Oh! Oh, je schrok wel, Gino. Je zat half op me. Hallo, vrouw. Oh. We gaan nu kijken naar wat dansende poppetjes. Degene met de meeste schrik
smijten wij op de brandstapel. Afgesproken! Afgesproken! Niet jullie, het publiek. Laten we daar beginnen. Die mevrouw met die Playmobil-pruik. Hier gaan we. Uno, dos, tres. Met jouw stomme kop. Daar, die meneer met die zure spoel. Hier gaan we, Calaveras. Uno, dos, tres. Nee, geen natte broek. Uno, dos, tres. Gevonden. Gabriella, kom vanaf dat lelijk meisje vandaan. Gabriella, ik tel tot tres. Uno, dos. Gabriella, mijn kleine zusje. Wat hadden wij afgesproken over Dias de los Muertos? Dat wij niet zouden huilen op het feest van de doden. Ik was niet aan het hart. Net wat ik bedoel. Stop met huilen. Jij weet wat wij doen met mensen die huilen op het feest van de doden. Doe de groeten aan Madre. Het lijkt wel dat karakter van de Halloween-film. Ja, inderdaad. Die had ook een bel. Ja, inderdaad. Misschien wil hij ons ook wel dood vermoorden. Ja, wie weet. Zo, ik zit hier met mijn vriendin. Dus voor jullie afvragen, ja, wat is met je vriendin gebeurd? Ja, dit. Dus het is wel een beetje lullig. Hoe lullig? Hoe lullig?
Erwin. Vind je dat niet lullig? Ja, ik wist niet eens wie een vriendin had. Kevin. Nee, ja, hier zit ze blijkbaar. Dus, vandaar dat we er al een tijdje niet meer hebben gezien. Ja, vandaar dat we er niet veel meer van doen. De nieuwe ex. De nieuwe ex. Oh ja. Erwin, dat was dus mijn vriendin. Ja, nou, volgens mij is ze net zo dood als je kanaal. Oh, Erwin. Oh, dat kun je echt niet maken. Kan eigenlijk niet, hè? Kan echt niet. Zo, Erwin. Ja. Dit doen we met mensen die mijn kanaal belachelijk maken. Ja? Ah, cool! Doen we gewoon eventjes jouw hoofd daarin. Kom even nog kijken. Ja, kijk zo. En dan laten we even dat ding zo vallen. 3, 2, 1. Oh, kijk nou. Nou, dit is er van over. Lars, wat vind je ervan? Hij ziet er veel beter uit. Hij ziet er wel beter uit, hè? Ja, dat heb je als je mijn kanaal belachelijk maakt. Dus ik zou maar lief blijven doen, Lars, over mijn kanaal. Oh, Erwin, we gaan in het eerste spookhuis. Ja, Het is begonnen. We gaan in het eerste spookhuis. Ja, we gaan in de eerste van de vier. Bazaar bizar. Ik kan me nog herinneren van vorig jaar, mensen. Vorig jaar zijn we hier ook in geweest, hebben we dus niet kunnen filmen. Nu mogen we hier filmen. En het is met clowntjes. Clowntjes. Ja, Kevin, jij mag lekker voorop lekker filmen. Ja, ik mag alles voorop doen. Dus dat wordt weer 20.000 keer schrikken voor de mensen die headphones hebben. Pas op je oren. Kam. Nou, in dat geval. Welkom in mijn huis. Beetje bang? Jullie bang, nee? Nee, heel klein beetje. Ja, Erwin is bang voor clownen. Nee! Attends, een petit cadeau pour vous. Een kleine attentie voor jullie, klein momentje. Neem allemaal maar een brilletje. Van de hey, dat ze zei dat ze geen brillen meer deden, Kevin. En nu mag je kennis maken met mijn familie. Als je durft, kom. Oh, veel succes. Oh, jongens. Nou, we hebben dus een 3D-bril op. Dus jullie zien het zeg maar zonder 3D. Maar volgens mij zit er niet echt heel veel verschil in. Ik heb ook night shot op de camera, zoals jullie weten. Dus we kunnen ook onszelf filmen, jongens. Nou, we lopen door. Allemaal klank. Oh, god, ik spot nu al. Echt snel. Hier zit iemand. Ik weet niet, oh jongens, is dit in de spiegelbol? Wat schrok je ervan, Erwin? Nou, ik schrok me dood. Maar ik schrok ook die Fransen voor ons. Ja, we hebben twee Fransen met ons lopen. Maar die glazen dolhoofd mensen, die zijn altijd een beetje, je weet echt nooit weg. Je weet nooit weg. We waren gisteren in Toverland, we lagen in een dolhoofd en we zagen ook helemaal niks. Nou, ik was helemaal verdwaald. Ik heb met Lars geloof ik tien rondgelopen. Ja, we hebben echt heel lang in het huis gelopen. Je moet er waar ze uitkomen. Oh, daar is ze weer. Oh, niet. Oh my god. Oh jee. Erwin, schrok je? Schrok me dood. Oh my god. Oh jongens, zo erg schrokken. Oh my god, Erwin. Ja, zelfs jij laat me schrikken, Erwin. Moet je nog even drukken? Er staat press. Ja, dat is de grap van de dag, hè? Het werkt alleen niet. Oh, die bukken. We moeten hier bukken, maar het is heel donker. Kijk, daar zit mijn broer. Bazaar bizar. Heb je dat nou, Lars? Nou, jullie hebben kunnen zien, het zijn dus de clowntjes hier binnen. En dit is heel erg een spookhuis wat gericht is op je te laten schrikken. Maar niet om je bang te maken. Ik schrik heel snel. Ik ben niet bang voor spookhuizen, maar ik schrik heel snel. Als ergens iemand tegen een muurtje aanslaat of zo, dan schrik ik al. Dus dat heb je ook wel, hè? Ja, kom er echt zo'n pompetje uit de deur te zetten. Maar ja, dat zijn dus clowntjes. En clowntjes, je hebt mensen die zijn bang voor clownen. Ik ben niet bang voor clownen. Heb jij een clownfobie, Erwin? Ik heb echt een enorm clownfobie. Oh echt? Ja. Maar je speelt zelf clown? Clown Eppo? Ja, ik ben zelf clown Eppo. Dus ik weet hoe ze zijn, die clowns. Ze zijn niet te vertrouwen, dus nee. Ik heb echt een enorm fobie. Maar ik vind het, weet je, het was wel leuk. Ik vond het wel een leuk huis. Het was
een beetje, ja, een soort van doolhofachtig iets in combinatie met 3D. Maar de 3D had niet echt een toevoeging, vond ik. Het had ook zonder 3D gekund. Het had zonder 3D. Had dat wel toevoeging? Ja, wel? Ja, ja, alles je had een sommige beetje... poppen, zeg maar, gaf ze haar met het 3D-effect. Oh, wel? Ah. Ja. Oh, dat is mij dan weer niet opgevallen. Maar alleen vond ik het spiegeldoolhof, had wel, was best wel klein. En het was niet echt... Ik had meer gewoon zo'n spiegeldoolhof van de kermis willen zien. Nou ja, je kon niet echt in verdwalen. Misschien dat je dat bij... Ik weet niet. We hadden, zeg maar... Voor de mensen die zeg maar de Alton Towers vlog hadden gezien, dan had je ook op een gegeven moment dat je in een iets werd geduwd. En daar verdwaalde je echt letterlijk in. Dat was hier wat minder. Maar dit was ook het minste spookhuis, tenminste vind ik. Vond ik vorig jaar het minste spookhuis. Dus die hebben we gedaan. Ik moet zeggen, ik vond ook een kort spookhuis. Hij was heel kort. Hij was kort, ja. Maar het is ook een gratis spookhuis. Ja. Oh, dit is altijd gratis. Ja, deze is gewoon altijd gratis. Oh ja, nee. Als niet je het dat hele jaar door, hoor. Dan kan het wel. Nee, want je ziet ook, het is door het jaar heen, is het gewoon een spiegeldoolhof. Dat zie je meteen. Ja. 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 Hebben ze gewoon omgebouwd nu. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Nou jongens, hier hebben we weer Dreamcatcher. En de Dreamcatcher is nog steeds zonder VR. Ze zijn overal de VR aan het weghalen. Dat deden ze ook al in Alton Towers. Galactica zat er ook geen VR meer op. Vroeger had je een Galacticaatje, dan Air. En Air was dan de VR-versie van Galactica. Had ik vorig jaar kunnen doen, heb ik helaas niet gedaan. Dus ik kan daar ook geen oordeling over geven. Even voor de mensen die de vlog van vorig jaar hebben gezien. Vorig jaar had je hier Childhood Nightmares. Had je hier een hele rij. En die ging dan helemaal hier naar boven. En aan het einde ging die weer terug. En dan weer naar boven en weer terug. Nou mensen, dus dat is dit jaar helaas niet meer. Dan nog wat, Gino. Babytjes en allemaal clowntjes. Ja. En wat zat er nog meer in? Ja, baby's en kwamen ze met strontluiers naar je toe lopen, dat soort dingen. Als de scare zone uit Walibi nou, Nightmares. Ja. Ja, dat is het ook. Hè? Dat was het een beetje, dat was het dat een was beetje een binnen. Beetje, maar dan in, hier binnen. Ja, maar ik vond het inderdaad heel gaaf, want je hebt hier binnen heb je zo'n reuzenrad en dat ging dan ineens uit het niets. Een ik houd die dingen altijd op elkaar. En die lampjes gingen knipperen, allemaal rook, ging draaien en weet ik veel. Dat zag heel vet uit. Ja, dat was heel gaaf. Heel leuk gedaan met alles wat ze al hebben staan, zeg maar. Ja. Alleen dat was heel kort, want je liep letterlijk eigenlijk gewoon van hier het trapje naar beneden, van hier naar het einde van de dingen. En dat was het. Nou, je bent wel de jongste hier nog steeds, Lars. Ja. Je bent de jongste van de BV, wist je dat? Nou, in dat geval. Nou jongens, hier heb je het huis, zo'n doolhof, ja eigenlijk gewoon het doolhof van het park. Ja, het is wel groot, alleen hij heet dus nu dit jaar Riddermuis. Vorig jaar had hij een andere naam, hè? Ja, vorig jaar was het iets met insect of zo. Insecten, ja. Maar er ging gewoon een spinnetje ergens en dat was het. Ja. Dus het was niet even aan. Maar je moet tussendoor om een opdracht te doen. Hij moet wel invoeren in zo'n dingetje en gaat een deur open, kun je verder. Ja, precies. Dus deze slaan we ook over. Voor nu. We gaan naar een huis wat wel echt heel gaaf is. En dat is namelijk Sonar. En Sonar was één van mijn favorieten van vorig jaar. Dus... Nee. Ja, hij stond op nummer 3. Maar hij stond in de top 3, laat het zo zeggen. Vorig jaar mijn top 3. Op 2 en op 1? Op 1 was vorig jaar Doll Factory. 2 wel. En op 3 Sonar. Ja. Dus Doll Factory is nou weg. Ja. En daar is Yummy nou. Daar is nu Yummy. Ik ben benieuwd hoe dit jaar onze top zoveel is. Ja, ik ben ook benieuwd. Let's go, ja, en de Sonar. En Sonar ben ik wel vaak geschrokken vorig jaar. Maar nu gaan we het filmen en zien. En Lars, durf je nog? Ik schrik niet zo snel in tegenstelling tot jou. Ik schrik heel snel. Ik ook. Wij schrikken allemaal snel, behalve Lars. Ja. De jongste die is minst bang. Hier is de normale entree van Sonar. En ik kan me herinneren dat we hier vorig jaar zo ontiegelijk lang hebben gewacht. Hoe lang hebben we hier vorig jaar gestaan, Gino? Minstens anderhalf uur. Minstens anderhalf uur. Ik ben heel erg lang gestaan. Dat was een hele brede rij. Dus iedereen kon elkaar zo inhalen. Dus iedereen schoot voor elkaar en zo. Dus de originele wachtrij van deze is echt verschrikkelijk. Oh my god. Dat was heel random trouwens tussendoor. Ja, maar Lars is ook zo'n droge, die schrikt er ook niet van. Net oké, doei. Ik ben benieuwd hoe vaak jij straks nog schrikt. Ja. Maar in elk geval mensen, dat horrorpas is dus ook helemaal nieuw, hè, dit jaar. Dus voor de mensen, iedereen kan zo'n horrorpas kopen, €23. En ik kan je nu al zeggen dat het gewoon echt hartstikke waard. Het is eigenlijk een soort van rippas uit Walibi, maar dan... 4 keer zo goedkoop. Ja. Je krijgt evenveel huizen. Ja, evenveel huizen. En de betaalde huizen krijg je er ook bij. Je krijgt de gratis huizen bij bevorderingen en de betaalde huizen, ja. En nog 3 attracties, dus... En nog 3 attracties. Dat valt mee. Het is het helemaal waard. Dat is echt waar. Maar is dit jaar nog een test?
Ze moeten altijd Gino hebben. Ja, dat is een beetje dezelfde kocht. Ja. Abonneer op de Zitron. Ja. Die man zit gewoon steeds in je oren. Jongens, moet ik nou weer boos gaan lopen te worden? Ik ga even boos lopen te worden. Ze hebben gewoon mijn Coca-Cola-uitje weggehaald. Ze hebben gewoon mijn Coca-Cola-uitje weggehaald. Dus Coca-Cola-uitje hebben ze er allemaal doeken voor gehangen. Ja? Kan toch niet? Kijk, ik laat even zien dat het gewoon een Coca-Cola-uitje is. Oh. Zelfs dat hebben ze helemaal afge... Nou, jammer weer. Maar je kan hier wel Coca-Cola halen. Kijk maar. Kijk. Lekker Coca-Colaatje. Dus zo naar mensen. Nou, ze hebben speciale ingangen, zoals je kan zien, hebben ze dit jaar. En het wordt ook gemarkeerd met poppetjes. En deze heeft dus 3 poppetjes. Maar ik kan me herinneren van vorig jaar dat die wel iets enger was dan 3 poppetjes. Kom, snel, verder, vlug, volg mij. De kriot van de mutanten, vlug. Kom, snel. Welkom aan boord van de onderzeeërszondag. Mijn naam is Luitenant O'Brien. Ik ben de eerste officier aan boord van dit schip. Ik vecht voor de veilige zone. Omwille van de nucleaire fallout en de daarop volgende zure regen. 98% van de wereldbevolking overleden of veranderde vleeswittende mutanten. Jullie zorgen, ik ben veilig aan boord van dit schip. We hebben hier comfortabel bedden. We hebben zuiver drinkwater. We hebben een chef die zorgt ervoor dat jullie elke dag een lijntje van normaal niet hebben. En ik ga ervoor zorgen dat jullie elke dag goed naar de warm eten hebben. En ik nu nog wat te slapen. En ik dat je wakker is. En ik dan... Erwin, ik ben me rondgeschrokken. Godsamme. Oh jongens. Schrok je, Erwin? Echt? Wat gebeurt hier? Nee. Oh nee, jongens. We moeten door zo je poppen gaan lopen. Poppetje. Oh, Erwin. Ik vind het niet waar. Godverdamme. Tussen de lijken door. Waar moeten we nou heen? Moeten we weer binnen toe heen gaan lopen? Ik zie helemaal niks. Alert. Serious hull damage detected. Keep clear of the toxic water and evacuate immediately. Oh, wat doe ik? Ik loop elke keer tegen de... Echt? Die kan. Oh, we lopen niet goed, we lopen terug. Oh, daar. Oh, dit is het. Zo mensen, we komen net uit Sonar en zoals ik me dus kon herinneren van vorig jaar was hij dit jaar ook echt goed. Echt een heel goed spookhuis. Toch Erwin? Ja, was echt goed. We zijn flink geschrokken, hè? We zijn echt geschrokken, dat kunnen jullie allemaal zien. Ik krijg het natuurlijk ook, het schrik. Ja, maar ik schrik dus heel snel, wat ik dus net ook al zei, bijvoorbeeld met dat luchtdrukeffect en met die knallen die je had. Ja, ik schrik overal van. Dat heb ik gehoord. Schrik ik al. Ja. En die meiden achter ons, die waren helemaal bang. Ja, echt dood, want ik liep voor ze. Ze schreeuwden in mijn oor. Ja, het is echt gewoon, wij zijn allemaal heel schrikachtig, behalve Lars. Ik ben niet echt bang of zo, maar ik schrik heel snel. Ja, schrikken dat, heb ik ook. Vroeger was ik wel echt bang, maar nu ben ik meer van het schrikken. Ik schrik gewoon heel snel. Ik weet nog, vorig jaar, toen scheet ik hem echt in mijn broek voor die spookhuizen. En dan ga ik allemaal wel mee. Ja.
tegenwoordig ben ik nergens meer bang voor. Stik alleen heel snel. Nou, ik ben wel benieuwd naar het laatste spookhuis die we gaan doen. Als laatste gaan we Yummy doen. Straks gaan we eerst even lekker eten. Ja, een beetje van minder goed naar de beste, zeg maar. De beste. En het is wel natuurlijk leuk spanning opbouwen, mensen. Spanning opbouwen. We hebben ook het Toverland gedaan. Maar ik vond dit al heftig, laat staan die andere. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik vond Welp ook wel heel erg goed vorig jaar. Ik ben benieuwd of ze dat dit jaar weer hebben aangepast in elk geval. Nou, maar ik vind het vooral heel bijzonder dat wat wij straks in Welp gaan meemaken, wat dus een hele beleving is, dat we dat ook mogen filmen. Dus, ik wil bijna te veel verklappen. Ja, voor Lars, want Lars die weet nog helemaal niks. Maar Lars? Erwin toch ook niet? Erwin, weet je wat gaat gebeuren straks in Welp? Ja, je wordt allemaal vastgebonden en zo toch? Ik heb, ik heb nog geen Halloween in Bobbejaarland gedaan. Dus het is voor mij wel nieuw. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Balletje in een tonnetje. Dit is de uitgang, jongens, van Yummy. Dat is dus helemaal veranderd vorig jaar. En zo te zien moet je er dus uitkomen kruipen, Erwin. Mijn rug. Je rug, Erwin. En in dit park kom je ook allemaal bekende YouTubers en zo tegen. Waaronder mijn sidekick van het verhoor, Ruben Koet. Hoe is het, Ruben? Ja, goed. Is goed of... Nou, wij zijn nog hier nog niet in geweest, alleen in Bazaar Bizarre zijn we geweest. En Sonar. Oké. Jij? Ja, onder water ding is het geval. Maar ben je hier al in geweest? Nee, hier ben ik niet in geweest. Maar het was leuk. Ja, vond je het? Vond je net zo eng als het Horror Hotel? Nee. Ja, jullie kennen elkaar als heel toevallig trouwens. Dat was natuurlijk veel beter. Kijk, dat was het. Horror Hotel was natuurlijk. Ja, voor de mensen die niet weten, Erwin had vroeger een Horror Hotel. Ja. Bij Toverlon. En echt de meest exclusieve gast die we daar hebben gehad was Ruben. Ja, meer worden niet wachten. En de scare actors waren veel enger. Sommigen hadden geen schmink. Die waren zo eng. Ja, zoals zij. Even een reviewtje over het Horror Hotel. Waar we toch... Ik vond die wel dat was goed. Als ze leuk aan elkaar gezet. Ja, en ook niet. Het kwam 150.000 views toch nog. Ja, 150.000. Ja. Maar heb je heel Amsterdam die ernaar gekeken heeft? Daarom. Ja, en we hey, daar ben ik één van dus. Ja, ik ben Amsterdammer. Ja. Arme jongen. Maar heb je vorig jaar de Doll Factory gedaan hier? Nee, ik ben voor het eerst keer in Bobbejaarland. Met de Halloween gebeuren. Ja, we hebben dus vorig jaar hier de Doll Factory gedaan, dus nu is dat omgebouwd, dus ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Het ziet er terug uit weer. Nou jongens, we mogen ook onbeperkt eten en drinken. Het is heel veel aanbod. Yes! Huh? Ik ben blij, het is gratis bier. Oh. We mogen onbeperkt eten en drinken hier. En dat mag je dus op de toon van je bandje. En samen met alle andere YouTubers en influencers. Want die lopen hier allemaal rond. En ik ben erg benieuwd wat er allemaal te eten en drinken valt. Want we hebben wel honger, hè, Erwin? Ik krijg er wel echt honger van. Ja. Dit gewoon allemaal schalen met heel veel keuze en gratis drank. Nou, ik ben blij dat ik YouTuber ben geworden. Zo jongens, we hebben hier een lekker borrelhapje. Dit is het buffet. Hamburgers, spare ribs, barbecue worst, scampi. Wat is dat? Scampi brochette. Scampi brochette. Kippenboutje, hotdog. We hebben nog tiramisu, chocolademousse en een Dracula ijsje. Oh. We hebben nog dranken. Kava, wijn, frisdranken, water, spols, bier en koffie. Nou, en aangezien onze Gino al de hele tijd aan het zeggen was: oh, ik heb zoveel trek in bier de hele dag. Nou, ga je gang vandaag, zou ik zeggen. Bier? Zal er nooit aan doen. Nee, maar jij mag ook helemaal nog geen bier, want jij bent nog geen 18. Jongens, proost. Op een goede avond. Lekker. Jongens, wie wil er nog wat drinken? Ja, ik trakteer. Oh, nou, in dat geval. Dus ik wou een cola, Erwin. Citroën vlog trakteer. Ja. Twee cola. Twee cola en een bier. En een biertje. Twee cola, twee bier. Ja, mevrouw. Nou jongens, we hebben kip, sperrips, hamburger, worstje. Nou, we komen de avond wel door hoor. Oké, luister dan. We hebben bier met een pompoensoep gegooid. Nou, overheerlijke pompoensoep en bier. Ik moet wel zeggen, ik ben gek op pompoensoep. Je lust helemaal geen pompoensoep, hè?
Maar het past wel bij hem met bier. Bij de toetjes, zo lekker. Volgens mij zit tiramisu. Ja. En ze hebben Dracula-ijsjes. Zal mensen even een Dracula-ijsje proberen? Oh. Die zijn echt lekker, Erwin. Ziet er ook wel mooi uit. Zo, ja. Het is helemaal niet een zwarte kleur. Het is echt lekker. Volgens mij is het een beetje... Een soort cola of zo. Cola met aardbei. Oh jongens, de tyfoon in het donker. En wat is die mooi uitverlicht, hè? Kijk eens even. Attracties in het donker. Maar... Ja, ik weet dat ik mooi ben, Kevin. We komen net. Oh, je hebt wel een hoge zelfdunk, hè, Lars? Ja, natuurlijk altijd. Jongens, we komen net uit de. Onbeperkt eten en drinken. Daar hebben we gebruik van gemaakt, hè, Tino. Ja, het was ook super nice geregeld, want het was gratis bier. Ja, het was echt heel goed geregeld. Dat we gewoon lekker konden eten, konden drinken. En het was ook allemaal hartstikke lekker. Natuurlijk lekker drinken. En het was echte Coca-Cola. Dus, En het was echt een Jupiler, dus daar ben ik weer blij mee. Dus het was echt heel goed. En dus we zitten lekker vol, we hebben goed gegeten, gedronken. We hebben letterlijk 2 uur daar gezeten. Ja, en nu hebben we nog 2 uur om alles te doen. We moeten nog 2 spookhuizen. Ja. En we willen ook nog eigenlijk een paar attracties doen in het donker. Ja. Dus we hebben nog veel te doen, dus laten we gaan. En we gaan dus nu naar Welp. En ik ben heel erg benieuwd naar Welp. Want vorig jaar, dat weet ik nog heel goed, toen zijn we in Welp geweest, Tino en ik. En toen dacht ik echt van, wat jammer dat ik dit niet heb kunnen volgen. Ja. En nu kan het. Dus we gaan ervoor. Ik ben heel benieuwd naar hun mening. Ik ben zo benieuwd naar Welp. Ja. Laten we gaan. Let's go. Nat, ouwe. Nee, ik ga niet te gaan. Nat, konja! Waar is Mustafa? YMCA! YMCA! Oh, Erwin, hier liggen al jouw abonnees? Allemaal, hè? Ja, hier liggen ze allemaal. Net zo dood als mijn kanaal. Nee, Erwin, jij hebt. Jij hebt 12 editors. Ik heb 12 editors, dus dood is voorlopig nog niet. Nee. Ik ga nog wel even door. Oh! Oh, Lars. Ik heb een hele kleine geniet mee. Ik denk dat ze toch stiekem een beetje rekening hebben gehouden dat Arie misschien ook wel mee zou gaan. Ik denk het wel. Kijk maar. Zo mensen, ondertussen staan we in een rij voor de Welp. En dit is dus eigenlijk de horrorpas wachtrij. En zelfs hier staan mensen te wachten. En ik denk
dat er nog best wel, want nu komen er ook weer mensen aangelopen. Ik denk dat er meerdere mensen echt wel besluiten om zo'n horrorpas te kopen. Aangezien zo'n horrorpas, zoals zij echt gewoon heel erg goedkoop is, €23. Dus ik denk dat het misschien verstandig is dat Bobby Aland volgend jaar die ritpassen of die horrorpassen wat duurder maken. Ja, dan voorkom je eigenlijk de wachtrijen, zeg maar, voor het versnelde via de uitgang, ingang, dinges. Speciale wachtrijen. Vind je ook niet, Erwin? Ja, wat heel grappig is, Lars sloeg net tegen het hek aan en die mensen schrokken heel erg. En we zijn met z'n allen aan het kijken van er staat iemand achter mij. Ik vind dit vet. We zitten dus nu in een, in een soort legerbusje of zo. Holy shit! Oh, dit is een soort voetbalbusje. Ik schrok echt. I must get ready. Ik vind het spannend nu. Spannend hoor. Dit gaat dadelijk zo. Ik weet nog van vorig jaar. Reden we echt hard door die bos heen. We zien helemaal niks. Het is dus helemaal donker in de bus. Oh jongens, hij rijdt veel heftiger dan vorig jaar. En toen reed hij al heftig. Alleen dit al is zo gaaf. Dat je in zo'n busje zit en je wordt echt letterlijk, je hebt het kunnen zien, je wordt een heel dat busje doorgesleurd. Echt jongen, wow. Ik zit met mijn hoofd overal hier. Jij schoot echt naar voren. Ja, ik schoot helemaal naar voren, dat was eerder dan was die ook. Nu snap ik waar die riemen zitten. Ja. Ja, maar dat zegt hij ook niet, hè? Nee, hij zegt maar ga maar zitten, weet je wel. Oh jongens. Best wel erg eigenlijk, hè? Ik vind het echt leuk. Je hoort echt zo straks lekker skijzen naar binnen, weet je wel. Oh. Normaal. En je zit ook helemaal niet vast of zo. Iedereen dondert gewoon door. Er zijn overal riemen, maar niemand heeft zich vast. Er zijn er riemen. Oh, er zijn riemen. Er zijn gewoon riemen. Oh my god. Kan die hele riemen. Maar echt dat? Je moest dus de bus is in twee gedeeld. Nu gaat het eerste groepje alvast naar binnen. En wij mogen straks naar binnen. Maar dit was al gaaf, hè Lars? Dit vond ik echt vet. Sneller, hup! Worden we gaan een tenten, jongens. We gaan toch kamperen. Oké, laatste gewoon door een veilig tent. Onze welpen zijn de eten en komt voort door de stromer. En de stromer loopt er dus ook ergens rond. Oké, blijf dicht bij elkaar. En move en ga passie. Move. Oh jongens. Ik vind het echt wel. Cool jongen.
auto. Busje in gaan kruipen, jongens. Oh, jongens, ik zit er helemaal vast. Dat kan ik toch niet? Oh, nee, het spookhuis is echt. Ze loopt naar de voordeur voor de woord wc, hoor. Moet hij helemaal erheen kruipen? Oh my god. Oh jongens. Oh my god. Ik ben niet schieten. Deze komt hier. Oh jongens. Oh my god. Hallo vrouw! Meneer, drie, kom maar. Sneller! Oh, ik val bijna door die hele bus heen. Erwin laat mij schrikken. Oké, allemaal in de lift. In de lift. Oké, okay, kom maar, sneller! Ik wou jullie echt helpen, sorry. Hey, hallo! Ik val bijna weer naar beneden. Hier nog een lift, hè? Kevin. Gaaf, hè? Dit was echt vet. Dit was echt een vet goed. Spookhuis. Deze was echt goed. Deze was goed. Die bussen allemaal zo weer doorheen gingen en lijken en weet ik wat. Dit was tenminste echt, ja, kwaliteit Walibi, kan ik wel zeggen. Heel, nou, ik denk wel beter, Erwin. Beter zelfs. Want dit heb je dus niet in Walibi. Maar dit is heel origineel. Het is heel origineel. Het is heel exclusief, wat we ook zeiden. En ik vond dat die busrit, mensen, wauw, ik vind het zo gaaf. Ja, zeker. Ik vind het wel wat in een busje gesmeten, want ik had weggereden, hè? Allemaal poppetjes in de bus en zo, ik kan niet meer. Het is echt... Ik werd in mijn broek gescheten gewoon. Ik ruik het. Ja. Jezus. Nou, ik ben best wel vaak geschrokken, zeg maar. Ik want je kruipt door zo'n... Ik ben niet geschrokken. Op een gegeven moment, ik kruip door zo'n soort raam heen. En ineens naast me iemand staat ineens zo'n... Zo'n poppetje. Ja, die stond even te janken. En Erwin liet mij schrikken. En ik pleur gewoon een of andere dingen af of zo naar beneden. Oh ja, ik denk van ik moet jou ook nog even jongens, pakken. Even nog payback. We moeten er nog, ja, moeten nog naar Yummy en die schijnt heel is goed die te nog zijn. Erger? Nou, ja, die schijnt heel goed te zijn. Ik doe nu al in mijn broek, ik durf niet. Dag mooie Bob, je bracht ons zonneschijn. Een band, dit was top, plezier van groot en klein. Ik laat je gaan en dat maar zoveel jaar. Dag mooie baan, we moeten uit elkaar. Dag mooie baan, dit voelt een beetje raar. Yo, de camera. Wat? Dit was top. Een klein plaatje. We zijn net het ziekenhuis ontsnapt. Ze staan hier overal. Oh. Ze willen je opeten, Lars. Lekker. Je wordt nou omsingeld hoor, Lars. Nee, jij wordt omsingeld. Nee, dat kan niet. Lars, je moet hem niet boos maken hoor. Dan gaat je nou opeten. 3, 2, 1. Hap. Je schrok wel. Ja. Kleintje. Zo jongens, ondertussen, we moeten nog één huis. We moeten nog alleen Yummy. En er stond zo'n enorme lange rij. Dat was niet normaal, die rij. En het is zelfs is het zo, het is op dit moment 8 uur. En de wachtrij is al afgesloten voor Yummy. Dus je zou er als normale gast nu ook niet meer in kunnen staan in de wachtrij. Want anders lopen ze te ver uit. Dus okay, daar gewoon lang... Welp nu dus. Ja, Welp was ook een wachtrij van 1,5 uur. Dus
Wat ik ook al zei, met zo'n pas, ken je nog, we hebben het nagevraagd. Met zo'n pas zou je dus bij wijze van spreken 5 en 9 nog naar binnen kunnen lopen. Dus nogmaals, als je volgend jaar of dit jaar misschien nog daar naartoe gaat, koop echt zo'n pas, want het is het zo erg waard. Ja, en volgend jaar wordt die pas zeker duurder. Dat ze denk ik nu wel. Natuurlijk dat die veel te succesvol is. Ik denk dat die duurder gaat worden en het is ook helemaal terecht als die duur zou worden. Land of Legends. Kijk, wat dus ook is, hè mensen. Het voorkruipen is dus voor Furry, Typhoon en de Sledgehammer. En dat zijn dus eigenlijk de drie attracties van het nieuwe themagebied dit jaar, Land of Legends. En ik vind het heel goed dat ze dus dit jaar daarop hebben ingespeeld. Dus dat ze zeg maar Land of Legends hier een beetje bij betrekken. Ja, echt good job, Bobby Aland. Fury in het donker, jongens. Gaaf. Wij gaan nu even in de Sledgehammer. Voor de mensen die zich misschien afvragen waarom zien we vandaag geen onrijd. Nou, ik ben mijn chestbound vergeten uit de auto te pakken. Dus vandaar dat ik nu geen onrijd kan filmen. Maar dat heb ik natuurlijk al eerder gedaan. Want ik heb nog twee eerdere Bobby Aland vlogs gemaakt dit jaar. Waar ik wel heb onrijd gefilmd. Natuurlijk in Typhoon, in The Days of the Fury. Dat doen we een ander keertje weer. Dus we gaan nu even in de Sledgehammer. Kunnen jullie niet zien? Ja, dat kunnen jullie waarschijnlijk sowieso niet zien, want het is hartstikke donker. Maar lekker feestje, hè, was daar. Ja. Dat is echt leuk gedaan. Ze hebben dus nu, dit jaar hebben ze het feestje. Vorig jaar hadden ze het ook. Toen hadden ze op het plein van Fuertes de Los Muertos hadden ze dat gedaan. En nu hebben ze dat dus verplaatst hier naar de Land of Legends. Ja, echt prachtig. Met al dat vuur ook en zo erbij. En dit geeft zo'n leuke sfeer. Want het doet mij heel erg denken, Gino, aan... Disneyland. Aan Disneyland. Nee, Disney. Oud en nieuw. Met oud en nieuw. Ja, dat was ook zo gaaf, mensen. Ongeveer zandstond muziek, ongeveer gezellig, gezelligheid. Dat is heel mooi. Dat was echt heel erg gezellig. We gingen toen zelfs nog na het oud en nieuw, na 12 uur, kon je nog tot 1 uur doorfeesten. Was op Discoveryland plein daar ook. Ja. Dat is geweldig. Dat vind ik wel gezellige feestjes. Ik zal me niet op een festival zien, maar dit vind ik wel hartstikke leuk. Oh, jongens. Nou, dus de schoonmaakspullen staan al klaar, zou ik zeggen. We gaan nu in Yumi, het laatste spookhuis. Daar zijn lijken opgeslagen. Oh my god! Holy shit! This is cleaning room, you idiots! You cannot stay here, but when you go in, you go in row, like train, da? Oké. Okay. Be safe, do not touch anything or anyone, da? And no worry, after I clean up all your blood. Please, do not scream like little girl. I try. Oh nee, dit vind ik al zo helemaal niks. Is hij nou echt of niet? Gino, helemaal gek hier. We lopen door, zo, waar lopen we heen? Oh, ik zat daar. Oh nee, we lopen er weer langs. Ah! Nee, oh Jezus Christus. Ik schrik met het. Oh nee. Oh nee, doeken jongens, doeken. Dus moeten we de doek heen lopen. Oh, dat vind ik helemaal niks aan de doeken. Doeken! Doeken, dan gaan we weer. Oh nee. Erwin, hij gaat je opeten. Oh nee, hier is hij.
jongens. Het was hetzelfde weer. Oh, wie was dat? Godsamme. Oh, we moeten jou ook weer kruipen, jongen. Oh, jongens. Ja, we zijn eruit. Oh. Mijn rug. Ik kan niet meer. Fuck was dit? Oh, ik moest wel beet. Ik moest kruipen en dan kwam zo'n scare, zo'n dom hoofd. Oh. Nee. Nooit meer, echt nooit meer. Morgen weer? Nee. Ik vond wel beter. Hij is goed, hè, Erwin? Ik vond hem echt super, Kevin. Oh, geweldig. Ook weer zoveel scare effect en zo. Zoveel schrik effect. Verschrikkelijk. Alle scares kwamen voor me, ik kreeg geen één scare, eentje maar. Jezus, mijn kant allemaal. Weet je wat ik wel goed vond? Aan het begin liep je langs die vrouw op het bed. De eerste keer dat ze langs liep, deed ze alsof ze een pop was. Zodat je dacht, als ze twee keer langs liep, is maar een pop. Ja. Dat was wel goed gedaan. Ja, ik was ook wel... Ja, ik ben zo niet tegen. Ik ben ook een paar keer zo hard geschrokken hier. Mensen, ik vind dit echt zo'n mooi gethematiseerd huis. Je hebt echt het idee alsof je echt letterlijk in een of andere... Ja, wat is het eigenlijk? Iets met zombies, iets in een ziekenhuis, weet ik veel. Iets in een soort ziekenhuis, het is allemaal zo realistisch daarbinnen. En, maar het is één dingetje, dat is misschien een tip voor als Bobby Aland kijkt. Zet alsjeblieft een regel in dat acteurs aan je mogen zitten. Want dat hadden wij in Engeland en dat heeft zo'n goede toevoeging als acteurs aan je mogen zitten. Je zou denken van nee, hell to the no. Maar zeg het dan gewoon van tevoren. Het maakt het je echt veel spannender. Want de scares hier binnen zijn echt heel goed. Alleen, ja, ze mogen niet aan je zitten. Dat vind ik heel jammer. Dat mag in Balibi ook niet. Ja, clinic wel, maar dan moet je vertekenen. Ja, dan moet je dat vertekenen. En in Engeland dan is het gewoon normaalste zaak dat ze aan je mogen zitten. Dus... En Duitsland trouwens ook, moet je ook aan je zitten. Ja. Maar je kan het ook gewoon inderdaad, als je het gewoon voor of aangeeft op een bordje, dan kunnen mensen toch ook niet meer klagen. Dan, nee, precies. En dus dan ik vind het. Ik vind dat dat wel moet voor volgend jaar. Ja. En, dus ja mensen, maar echt, dit is een heel mooi spookhuis. En ook zeker weer het bedrag waard. Maar het gaafste van de avond blijkt ik toch wel het busje vinden. Oh, dat busje. Ik vond dat busje zo gaaf vandaag. Ik vond het ja. Jammer dat Quincy er niet is, dat dat busje wel leuk vond. Ja, die had dat busje fantastisch gevonden. Die had gezegd, nou we stappen in een of andere... heel type nummer noemt je dat al een beetje wel. Maar wauw, wat een huis hier mensen. Het is echt heel gaaf gedaan. Beste, wat vinden we nou het beste huis eigenlijk? Kutlas. Wat vond je het beste huis vanavond? Wel. Welp op nummer 1. Wel. Daarna deze. Wel. Ja. Sowieso. Ik denk dat iedereen wel dezelfde volgorde en dan bizar. Iedereen heeft wel dezelfde volgorde. Ik denk het ook. Ja, zeker. Maar bizar staat wel. Maar ik, wat vond je van... Want het, vorig jaar had je natuurlijk een dollhouse op de plek van deze. Wat vond je beter? Vond je Doll Factory vorig jaar beter? Deze is beter dan Dollhouse. Ja, toch wel? Ja. Ik kan me herinneren dat die vorig jaar heel goed was aan Doll Factory, maar deze is ook heel goed. Ja, echt wel goed. Het is wel aardig gelijk inderdaad. Maar wel, ik ben heel blij dat ik wel heb kunnen filmen, want het is echt fantastisch mooi ook daar binnen. Dus ja, volgend jaar sowieso weer jongens. Zeker. Zeker. Wat kan dit niet aan? Oh, echt. Ik trek je hart eruit. Ja, mooi. Hij gaat helemaal dood hiernaast. Echt, ik heb hem zo vaak horen gillen. Ja. Oh, wie was dat? Dat was jij weer, hè? Dat was lastig. Kut Lars. Het is trouwens niet de eerste Vlaamse horrorfilm, maar gebaseerd op de eerste Vlaamse horrorfilm. Gebaseerd op de eerste? Oh, daar zijn alle poppetjes. Wij zijn de poppetjes. Poppetjes! Ja. Oh ja, Fuertes de los Muertos. Zo mensen, dit was ons dagje hier in Bobby Aland, Halloween. No. En ja, mensen,
Vorig jaar zijn we hier geweest, dit jaar weer. En ja, fantastisch. Het is echt heel goed Halloween hier Bobby Aland. Dat had ik vorig jaar niet verwacht toen we hier naartoe zouden gaan. Ik dacht, nou ja, weet je, leuk om erbij te doen. We wonen er dichtbij in de buurt. Maar het is echt beter dan je zou verwachten. Ja. Daarbij wil ik als allereerst even Bobby Aland heel erg bedanken dat we hier dus vandaag op uitnodiging waren. Dat we dus press waren. Dat we alle vier press. Ja, dat was echt de grap van de dag. Dat je dus. Nou ja, snap je? Dat we dus alle vier hier gratis naar binnen mochten komen. Dat we alle vier een Halloween horrorpas hebben gekregen. En dat we alle vier een bandje hebben gekregen. Een mandje hebben gekregen voor het, voor het gratis buffet en drinken en drank allemaal wat we hadden kunnen. Gratis dus ja, bier! Het was echt, echt heel top geregeld, serieus. Dus bedankt daarvoor. Hopelijk volgend jaar weer. En hopelijk dan ook weer het nieuwe huis of zo, dat ze weer iets nieuws hebben. Nou, jullie hebben de verbeterpunten waarschijnlijk ook kunnen zien. Sowieso, Welp zijn is de moeite waard. Ja, Welp en ik zeg eerlijk, dit is veel leuker dan Toverland qua huizen. Ja, qua huizen is dit echt veel beter dan in Toverland. Qua scare zones moet je wel echt in Toverland zijn of in Walibi. Dat is hier wat, waar ze toch wel aan kunnen werken, vind ik. Dat kan echt wel beter. Heb ik ook in de Engelands vlog gezegd, dan heb ik nog liever dat ze geen scare zones doen. Dan dat ze een scare zone doen met 3-4 poppetjes, dat is het. Maar misschien dat ze hier een beetje een soort van happy ding er nog aan willen. Want het is, de scare zones zijn niet eng hier, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat was een beetje ons reviewtje. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Geef een like en abonneer. En tot volgend jaar weer in Bobby Aland. We komen uiteraard weer terug volgend jaar hier in Bobby Aland, toch? Ja, zeker. Mooi, nou. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar. Doei! Zo, laat ons gewoon even afzetten door Ruben. Dat scheelt weer. Als we helemaal op D staan. Hé jongens? Ja. Oh.